Aanstaande dinsdag is het Champions League weer. Is het Juventus tegen Ajax. Een van de mannen die er zeker niet bij zijn is Taliafico. We vroegen ons af van, goh, wat is de invloed nou van Taliafico? Zonder De Jong of is Ajax kansloos tegen Juventus? Goed, 55% is daarmee eens. Maar waarschijnlijk speelt De Jong gewoon. Taliafico speelt zeker niet. En Mark de Vries heeft gekeken naar de afwezigheid van Taliafico. Althans, de kracht van de Argentijn. En wat Ajax wel eens zou kunnen missen, Mark. Nou, ze gaan hem sowieso missen. Ik was sowieso heel erg verbaasd over het feit dat hij... Ze reageerde heel timide over die gele kaart. Daarnaast zijn rol, hoe hij hem invulde tegen Juventus, was eigenlijk fantastisch. En ja, wie moet hem eigenlijk gaan vervangen? Want ik kan er niet zo heel veel opnoemen, want ze hebben er ook niet zo heel veel. Laten we eerst statistisch even gaan zien hoe Taliafico is met... hoe Ajax is met Taliafico en zonder Taliafico. Ja. Nou, hier de statistieken. Zonder Taliafico werden 7 wedstrijden gespeeld, met Taliafico 38. Ze wonnen er 29 en zonder hem wonnen ze er 3. Nou, dan gaan we naar de verliespunten die ze daarmee opliepen. Met Taliafico waren het 87 punten werden er behaald, verliespunten 17. Dat is 2,3 punten gemiddeld per duel die ze wonnen. Zonder Taliafico hebben ze 7 verliespunten en was het 1,7 punten die ze behaalden met hem. Dus sowieso, statistisch gezien, is dat een groot nadeel. Dan gaan we naar de tweede kaart. Nou, doelpunten tegen. Zie je eigenlijk al rechtsboven, ik ga het gelijk kort maken. Doelpunten tegen 0,8, dus nog geen 1 doelpunt tegen per wedstrijd. Met en, hem? Met hem en zonder hem 1,7, dus bijna 2. Dus dat is al redelijk. Dan gaan we nog naar de gewonnen duels met de 0. Daarin wonnen ze, van de 45 wedstrijden wonnen ze de 20 met de 0. 17 keer stond hij in de basis en 3 keer niet. Dus ook daarmee kan je zien dat hij super belangrijk is. En ik had het net over die rol tegen Juventus, die wil ik nu even laten zien. Nou, ik heb een beeld nagemaakt uit die wedstrijd. En wat er eigenlijk gebeurd is als volgt. Bernadeschi speelde eigenlijk in het middenveld. En Taliafico moest elke keer de keuze maken. Blijft hij staan? Gaat hij mee met Cancelo? Gaat hij mee met Bernadeschi? In dit geval dekt hij door op Bernadeschi. Maar Cancelo die gaat gelijk diep lopen. Nou, dan kan Ajax dat op meerdere manieren oplossen. Dat kan door Deli Blind, die hem op kan vangen. Neres, dat de buitenspeler meegaat met Cancelo. Maar het kan ook zijn dat Taliafico gewoon blijft staan. Of dat Taliafico in deze zone blijft staan, sorry. En dat Neres Bernadeschi op gaat wakken. Maar die keuze moest hij steeds maken. En dat deed hij uitstekend. Want hier kiest hij ervoor om gewoon door te dekken. Duwt hij Bernadeschi eigenlijk naar achteren toe. En zorgt ervoor dat die bal teruggespeeld gaat worden. Nou, deze situatie kan wel vaker voor in deze wedstrijd. En dat loste hij gewoon hartstikke goed op. Nu aanvallend. Nou, hij kan sowieso die hele lijn of die hele linkerruimte kon niet belopen. Dat is ook een reden waarom dat was. Dat laat ik zo zien. Aanvallend gezien was hij bij 10 doelpunten dit seizoen betrokken voor een linksback. Best wel aardig. In de Champions League scoorde hij de 3. In de competitie 1. En was hij bij 6 assisten over die 2 competities was hij betrokken. Nou, hoe was zijn rol nou aanvallend in de Champions League wedstrijd tegen Juventus? Nou, het werd al in het nieuws al gezegd. Frenkie de Jong die wilde ze graag afstoppen. Frenkie de Jong begint vaak altijd aan die linkerkant. Maar Bernadeschi staat daar. En ze dachten van, nou, weet je wat? Ik ga gewoon in het centrum lopen. Kijken wat die Bernadeschi gaat doen. Nou, die Bernadeschi ging meelopen. Mandzukic en Ronaldo die dekken De Ligt en die dekken Blind bovenin beeld. En Taliafico is eigenlijk helemaal vrij. Op het moment dat Ajax het spel kan verplaatsen in die ruimte, is Taliafico dus de vrije man en die kan dus van die ruimte gebruik gaan maken. Nou, dat gebeurde ook een aantal keer. En ik ben benieuwd of de vervanger van Taliafico aankomende dinsdag deze kansen ook gaat krijgen. Hij kan gelijk doorlopen en kan een mogelijkheid creëren tegen Juventus. Ik heb nog even gekeken welke spelers hem nou hebben vervangen op het moment dat hij niet speelde. Nou, dat was Deli Blind. 4 duels en dan ging Magallan ging dan naar het centrum toe. Nou, dat was een succes tegen Feyenoord. Max Weber, nou, die hebben ze niet meer. Deli Sinkgraven, ja, Ajax Heerenveen, 4-4, was ook niet best. En Mitchell Bakker gaat naar Paris Saint-Germain en speelde in de beker tegen Go Ahead Eagles en tegen Ter Werven. Nou, ze hebben 1 extra optie, dat is Joel Veldman. Dus mannen, zeg het maar, wie moet hem gaan vervangen? Dus kort gezegd, hij maakt goede keuze wat betreft doordekken Taliafico. En hij is aanvallend sterk en hebben we 5 opties. Blind, Weber, Sinkgraven, Bakker of Veldman. Ja. Weber valt weg. Want Weber valt weg. Pap. Sinkgraven. Ja, ik weet hoe ze gaan spelen. Ik kan niet vertellen hoe ik daaraan kom. Maar ik heb mijn bronnen. Dan gooi je erin. Dus zal ik dat er maar, dan hoeven we hier voor de rest niet over te praten. Ja. Ze gaan spelen met Veldman op rechts en Mazraoui op links. Dat is ook logisch. Is dat logisch?
Ja, ze houden het centrum wat het is. Ze gaan niet blind daar neerzetten. Maar waarom is het dan logisch dat Mansouri linksback speelt en niet Veldman linksback? Waarom ligt dat meer voor de hand? Nou, omdat Veldman de paar keer dat hij heeft gespeeld, daar heeft gespeeld. Maar Mansouri heeft ook altijd rechtsback gespeeld. Ja, maar toch, vraag me niet precies hoe het Hij is meer flexibel. Wie is nou ja, hij? Je hebt wel die snelheid nodig. Het spel is wel gebaseerd op snel opkomende vleugelverdedigers. Ik snap echt wel dat ze kiezen om de as zeg maar, hetzelfde te houden. Dus dat snap ik wel, maar... Het probleem is gewoon dat ze gewoon geen goede linksback meer hebben achter de hand. Dus dat is het enige probleem bij Ajax. Ze hebben fantastische spelers, maar verdedigend linksback hebben ze alleen... hoe heet hij? Tagliafico. Spreek zijn naam dat ik verkeerd uit en dan noemen ze misschien Jan Boskamp. Dus dat wil ik niet. Maar in ieder geval, dat is de enige die ze hebben. En daarachter zit niemand. En nu kom je in de problemen. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Maar dat zou dat ook jouw oplossing doen? Nee, voor mij niet. Wat zou jouw oplossing zijn dan? Nou, ik zou gewoon toch blind daar neerzetten. Op de plek van Tagliafico. Ja, omdat... En in het centrum? Nee, maar het is vooral... Veldman. Ja, dan maar. Maar dan hou je twee posities uit elkaar, hè? Dat klopt. Nee, maar ik snap wel wat... Ja, maar ja, Mazraoui heeft ook altijd rechtsback gespeeld. En dan gaat nu Veldman in één keer spelen. En hij gaat linksback spelen. Dus er zijn ook al twee andere mensen die op andere posities spelen, toch? En waarom heeft dat je voorkeur om, zeg maar... Nou, omdat je... Ik denk dat ze aanvallend ook wel wat... Dat geeft hij net ook aan. Je hebt best wel veel ruimte daar aan die linkerkant. Blind en dan kan ik dat. Ja, die kan. Gespeeld, dus. Ja. En die heeft ook wel de kwaliteit om daar op te komen, om een voorzetje te geven, om ook daar belangrijk te zijn. En ja, ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen met zijn rechterbeen. Je gaat toch sneller naar binnen, denk ik. Hoe zeker zijn jouw bronnen, Peter? Nee, natuurlijk niet. Dat is een bron, ja. Nou, het is niet een hele Figo. Betrouwbare Figo. Heb je van de meeste voorspeller Figo? Nou, ik moet zeggen, wij zaten daar samen over te praten. Nee, maar er waren meer mensen bij. Ja, ik kan het de volgende keer ga ik vertellen wie er allemaal bij zaten. Maar daar zaten echt mensen bij. Er waren geen pannenkoeken. Die hebben echt veel verstand van voetbal. Shaki. Nee, ik kan. Shaki zat erbij. Sorry. Okay. Ik moet mijn bronnen beschermen. Maar het zou mij verbazen als ze niet zo gingen spelen. Maar het zou best kunnen. Zou best kunnen. Okay. Ben benieuwd. Dankjewel in ieder geval, Mark de Vries. Mark de Vries, nog even een applaus voor Mark.